Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over? Voor Jan Jaap en Sybrand. Daar gaan we. Ja, de Tweede Kamer. Voor de laatste keer de zaal uit. Is dit een soort EMDR-therapie voor jou? Dus dat je, dat je die beelden allemaal weer terugziet? Nou, eerder PTSS volgens mij. Nou, met dit soort kleding wel. In Zalunberg heb ik ook gezeten. Ook zo'n lang weekendje uit. Ja, ja. Ja. En toen was het Prinsjesdag in een grote kerk nog steeds. Met stoeltjes op een wat sneuwe afstand van elkaar nog. Als ze nou een weekje waren blijven zitten of een weekje hadden gewacht... hadden ze er weer allemaal in gemogen. Ja, ja, maar dat is een beetje flauw, toch? De derde dinsdag van september is de derde dinsdag van september. Ja, maar Ridderzaal is Ridderzaal, zitten ze ook niet. Nee? Gouden Koets is er niet bij. Maar vond je het een beetje... Vond je het een beetje... Nou, het ziet er heel... Ik zag vandaag, of gisteren, die foto in de krant. Ik vond, het ziet er heel sneu uit, die losse stoeltjes. Ja. Het kan niet anders, maar... Het is een beetje een sneu beeld. We hebben echt een, zeg maar, anderhalf jaar zo opgetreden, zeg maar. Dus ja, ja, ja. Met, ja, precies zo'n setting. Maar het is goed dat de koning dat nu ook is. En dat hij in ieder geval niet via Teams op zijn troon hoeft te zitten. Dat is natuurlijk ook nog mooi. Ja. Nou goed, had hij het wel nog een keertje kunnen oefenen. Dat is natuurlijk. Waar. Ja. Goed, je hebt daar altijd gezeten, natuurlijk. Maar mis je het ook, dit soort dagen? Nee. Algemene beschouwing? Nee. Het grappige is ook, ik heb er niets van meegekregen. Nou ja, maar, kom op. Nee, maar ik ben nu, net als jij en anderen, ik heb gewoon werk tegenwoordig. Dus, dus ik kan niet de hele dag in zo'n zaal. Vroeger zat ik de hele dag in zo'n zaal. Maar daar heb ik helemaal geen tijd meer voor, joh. Maar dat was dus destijds eigenlijk een soort hobby. Of een soort, of een soort verkapte dienstverlening eigenlijk. Dienstverlening was het wel. Ja, omdat de mensen nou eenmaal op jou gestemd hadden. Ja. Het is toch ook een mooie dag en je kleedt je mooi aan... en je mag je partner meenemen en zo. Het is allemaal feestelijk, toch? Nu niet meer, want nu doe ik dat allemaal niet meer. Nee, maar het was de normale Prinsjesdag is een feestelijke dag. Maar tegelijkertijd, toen ik eenmaal politiek leider was en fractievoorzitter... zat ik natuurlijk helemaal niet te denken aan die Ridderzaal en die Gouden Koets. Ik zat in de Ridderzaal te denken, zometeen komen de camera's... ik moet gewoon mijn dingen goed zeggen. Dus je zit er totaal anders in dan die eerste jaren... dat ik inderdaad als Kamerlid... lekker keek hoe de anderen alle camera's te woord stonden. Want het is wel zo, omdat al die stoelen zo los stonden... kon je natuurlijk als cameraploeg heel makkelijk shots maken. Dus dan ging de koning dan praten over corona... en dan kwam Hugo de Jonge in beeld. En het ging over Groningen en gas en over de toeslagenaffaire. Toen namen ze Omzicht in beeld en Renske Leijten... lullig. Ja, ik moet erom lachen, het is heel erg. Maar het ging even over Peter R. de Vries. En die verschrikkelijke moord. En toen kwam Grapperhaus in beeld. Maar echt op een moment dat je denkt... ja, maar hij heeft het niet gedaan. Maar het was echt goed getimed. Geen blokje voor zijn ogen. Nee, geen blokje. En het is ook heel even over pottenbakken gegaan, de troonrede. En toen namen ze Carola Schouten in beeld. Want die had dit. En terecht, want die had dat heel mooi... Maar zullen we de week even doornemen? Want het kwam allemaal langs, hè? 2 bewindslieden naar huis. Hoe kijk je daar naar, Sybrand? Ik leef natuurlijk wel heel erg mee, want ik heb dit vaak van dichtbij gezien. Dus ik vind dat wel heel treurig. En tegelijkertijd is het... als je begint als minister of politicus of wat dan ook... weet je dat het zo kan eindigen. Maar dit is wel heel sneu. Zo zie ik het. Dus ik kijk er heel erg van het menselijke naartoe. Maar vanuit Kaag gezien, begrijp ik... is het ook een soort tactiek geweest van... luister, ik sta voor iets nieuws. Dus, want er kwam geen motie van wantrouwen. Er kwam een motie van afkeuring. Dus ze had in theorie ook gewoon kunnen blijven zitten. Ja dus je zou kunnen zeggen dat ze een beetje in de eigen zwaard is gevallen. Toen ze eerder bij Rutte zei, jij moet weg... kon ze niet anders doen dan nu ook weggaan. Dus dat is altijd in politiek natuurlijk wel het punt. Je moet, als je iets zegt, wel denken, voortdurend nadenken... wat betekent deze uitspraak over een half jaar? Serieus? Ik weet niet... of zelfs nog langer. Wel, nee. Ja, en dat als je 10 jaar gelul van Rutte achter elkaar zit... die zegt elke kwartier wat anders. Ja, maar die kan dat. Ja, die kan dat. Die kan dat als enige. Ja. Maar goed, altijd een pirouette draaien is ook consistentie natuurlijk. Dat is mooi. Mooi. Ja. Maar... nu jij. Nee, nu ik. Nou ja, dus Kaag ging, dus moest Ank Bijleveld ook. Maar die wilde eigenlijk niet. Als jij nou nog... Want CDA, hè? Ja. Zo. Had jij gezegd, Ank, kom op. Nou, ik denk... Jij ook weg, Ank, nu. Ja, ja, wacht op. Bij deze dingen weet ik dat als je er niet bij bent en je leest de kranten... dat de waarheid net iets anders is dan je leest. Dus ik moet heel erg opletten, want ik lees dat ze niet wist dat Kaag aftrad... en daarna een dag later wel moest. Als dat zo is, dan kan je een dag later niet anders doen dan weggaan. Jij weet wat je leest, maar je weet ook hoe het dan in het echt is. Ja, dat dus niet, want ik was er niet bij. Nee, je was er niet bij. Je bent toch wel gebeld, Siep? Nee. Je bent een ex-partijleider en die gaan ze meteen bellen. Wat zullen we doen, Siep? Ik ben een prominent. Ja, ja. Zo. Jij bent een crack. Ja. Jij bent een... Maar wel een met een nieuwe baan. En ik heb altijd zelf veel adviezen gevraagd en ongevraagd van mijn voorgangers mogen hebben. Uh-huh. En mijn beeld was dat ik dat niet ging doen bij mijn opvolger. Maar ze hebben je niet gebeld? Nee, want jij hebt voor mij ook een nieuwe baan, maar ook een nieuw nummer, volgens mij. Dan. Ja, en nieuwe taal. En een nieuwe taal. In Friesland. Want je neemt in het Fries ook. Ja. Ja. Goedemorgen. Ga je een mooie dag, hoor. Ja, jongen. Nee, maar... Nou, je komt in de buurt. Nou ja, precies. Ik heb er ook 17 jaar gewoond. Ja. Maar schat dan even in hoe het gegaan is, hè? Ze bleef zitten eerst, dag daarna ging ze weg... zonder druk uit de eigen partijtop. Ja, dat is natuurlijk... En dat gelooft gewoon niemand. Wat moet ik dan zeggen als je zegt niemand? Dan kan ik niet meer zeggen. Natuurlijk, nee, Harm, dat schat je volledig juist in. Natuurlijk is er op haar ingepraat, dat deden wij altijd. Ja. Doen ze nog steeds. Nou, zoiets. Ja, dat zal zeker. Maar ik denk ook, ik moet eerlijk zeggen... dat het heel goed mogelijk is dat zij al heel snel met haar ervaring heeft gezien... ik kan niet weg, of ik kan niet blijven. Maar wel denk ik dat je even zoiets hebt van... ja, hallo, zij gaat weg, niet ik. Dus die draai moet je maken. En het vervelende van politiek is dat een uur soms te lang is. Oh, zo mooi. Mooi. Ook weer mooi, mag ook. Ja, uren is soms lang. Ja. Ik heb dat een keer meegemaakt. Ik sta hier al een tijdje. Maar dat zit al de hele dag in mijn hoofd, omdat hij er is. Ah, ja. Echt, hè? Dat effect heb ik dus op me. Ja. Ja. En jij hebt het niet, Harm, hij heeft het niet voor Davina Michel geschreven. Je had dat nummer al geschreven. Ja, ik had het al uitgebracht, hè? Ja, het was een nummer van hem. Davina Michel heeft het gestolen. Maar goed, maar Sigrid, nog even. Ik heb het geleend. Ja, je hebt het geleend, je hebt het uitgeleend. Ja. Maar je wil het wel weer terug inmiddels. Ja. Maar Sigrid, je hoort nu overal in de analyse... ja, Kaag wil niet met twee rechtse partijen regeren, CDA en VVD. Toen dacht ik, wanneer is de CDA eigenlijk een rechtse partij geworden? Is dat onder jouw bewind gebeurd? Nou, in de afgelopen 25 jaar dat dit programma... is er heel wat veranderd. Ja. Ja, maar wanneer is dat gebeurd eigenlijk? Het wordt altijd al zo genoemd. Nee. Ja. Nou, mijn ouders hebben altijd op het CDA gestemd. Ja. En het waren verre van rechtse mensen. En dat was gewoon... Het CDA was lang gewoon een degelijke... Middenpartij. Machtspartij. Maar bij dit soort dingen, ook in de Kamer... Ja, ik bedoel, what's in the name? Maar in de Kamer zat het CDA altijd aan de rechterkant. Maar het is... politiek en ideologische middenpartij. Maar ik vind best dat ze zegt twee rechtse partijen... dan noemen wij D66 weer links. Nee, en uiteindelijk zeggen we zitten allebei in het midden. Maar je hoort altijd de analyse dat toen jij partijleider was... dat jullie echt behoorlijk naar rechts zijn geschoven. Ja, dat heb ik ook altijd gelezen en dat vond ik heel boeiend. En dan zei ik altijd, vraag het mezelf. En zoveel is er onder mij niet veranderd. Nee? Nee. Is dat niet jammer dat je daar zo tijd en moeite... Het is niks veranderd? Iedere ochtend Wilhelmus zingen in de klas... Zit aan de rechterkant van het spectrum. Ja, maar dat deed ik omdat ik wist dat jij dat ook iedere keer zou doen. Dus, ja. Ik heb het jarenlang echt gewoon gedaan. Als enige, ik stond voor lul. Maar weet je hoe ik dat... de hele klas. De hele klas, hè? Ja. Maar weet je hoe ik daar opgekomen ben? Hoe ik dat kwam? Wilhelmus zingen in de klas? Nee, want ik vond dat je het gewoon moest leren op school. Dat is ook weer zo mooi van hoe de werkelijkheid een perceptie krijgt. Ik heb nooit gezegd iedere ochtend staand het Wilhelmus laten beginnen. Maar goed, ik vind dat wel prima. Ik vind dat je Wilhelmus op school moet leren. Mijn dochter was op een gegeven moment naar Indonesië... met een van de uitwisseling. En daar werden ze ontvangen door de school. En die gingen allemaal het volkslied zingen. Toen kwamen die Nederlandse meisjes... en die konden überhaupt hun eigen volkslied niet zingen. Want niemand leert dat in Nederland. Dat vind ik raar. Ik vind dat je gewoon, als je van school komt... je volkslied moet kennen. Dat is alles. Ja. En weet je, ik ben burgemeester van Leeuwarden. Ik vind het nog steeds... en het Friese volkslied natuurlijk, maar dan... Voor alle Nederlanders ook, maar dan zijn we er wel. Maar het Friese volkslied is een mooier volkslied dan het Nederlandse volkslied. Qua melodie. Het is bombastischer. Het is bombastisch. Ik vind het is heel anders. Het Friese volkslied? Friese bloed. Dan en Daverië. Dan en Daverië, ja. Klinkt dan en Daverië? Daverië 4 in het Aroen. Fries bloed op, wol nou eens bloed en sieren. Mooier. En bloed zit toch in. Maar er zit vier... Kijk, nee, dit is wij gaan de hele wereld veroveren, maar het lukt niet. Dat is eigenlijk de... Nee, wat ik heb voornamelijk altijd... Ik ben nu een beetje politiek gaan volgen voor dit programma. En Je krijgt altijd het gevoel dat je, als je volwassen bent, dan moet je politiek volgen. Hè, dat wordt zo. Maar dan kijk ik en dan zie ik volwassenen die zich heel kinderachtig gedragen. Wat ik dan niet begrijp, ja, Sybrand, kijk jou even aan, ik weet niet hoe jij het over denkt. Dan is vaak bij dat aftreden, die Kaag had het ook, dan zeggen ze, ja, uit respect voor de ambt. Of uit waardering voor de ambt. Het ambt. Of whatever, wat zou ik zeggen. Ja. Ik denk wel dat ze dan het ambt zeggen, hoor. Mm. Ja, luister nou. Maar de ambt is geen persoon. Ik bedoel, het is net hoe jij die functie vervult, wat respect voor maakt. En dan zegt ze ook, dat hebben we haar dingen allemaal afgekeurd of zo. Ik zeg het even in mijn woorden, Sybrand, dus rustig aan. Seabird. En dan zegt ze, maar afgekeurd allemaal en zo, maar ik sta er pal achter. Maar ja, dat is het meest respectloze wat je kan doen dan, toch? Iedereen denkt er anders, maar jij staat er pal achter. Maar jij moet aftreden, dus wat wil je nou? Ja. En ook dat hele demissionair, dat irriteert me ook. Dat woord demissionair, de hele tyfusheid. Ik weet wel waar het vandaan komt. Sinds de toeslagaffaire is dat hun straf geworden, toch? Nu staat het demissionair voor hun naam. Toeslagaffaire heb ik ook een dingetje mee. Affaire, dat impliceert nog dat het wederzijds is. Wederzijdse verlangen. Was het niet. Dat was eenzijdig. He, dat was gewoon van één kant. Dat was verkrachting. Toeslagverkrachting. Dat is hoe ik het zie. En het is nodig en fijn dat we in een democratie leven. Maar het is, over het algemeen gebeuren goede dingen. Maar over het algemeen word je genaaid waar je bij staat. Zo hoe ik het zie. En daarom heb ik een seksstandje bedacht. Dat een beetje symbool staat voor de huidige staat van het kabinet. En dat is de demissionaires. en dat is net als de missionaris. Alleen, het enige verschil is, het is in het kontje. Ongewild. En waar het voor staat, is dat je dan gewoon recht in je gezicht wordt aangekeken terwijl je ree wordt geneukt. En dat snap ik wel. Ja. Ik vind overigens wel dat kinderen naast het Wilhelmus ook deze tekst uit hun hoofd hebben. Ja. En iedere ochtend voor de hele klas staand moeten vertellen. Ja. Maar nog heel even kort over Remkes in het landgoed. Ik zat te denken, als je wil weten hoe die formatiegesprekken verlopen zijn, hoef je eigenlijk alleen maar naar Remkes te kijken voor en na het weekend. En u heeft nog vertrouwen erin dat het ook goed kan komen? Als ik hier al met groot wantrouwen naartoe zou gaan, dan had ik beter niet kunnen komen. Maakt u zich zorgen, meneer Remkes, of het gaat lukken? Ja, natuurlijk. Het zou handiger zijn als er gewoon een partij is die bij de volgende verkiezingen de absolute meerderheid haalt. Ja. Dus ik zou gewoon eens goed kijken hoe ze dat bijvoorbeeld in Rusland doen. En dat gewoon kopiëren en dan heb je gewoon binnen een week een kabinet. Gedoe in Den Haag deze week. 2 bewindslieden stapten op. Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag en minister van Defensie Ank Bijleveld. Kaag vertrok direct na een motie van afkeuring. Bijleveld volgde een dag later. Al deze ontwikkelingen zijn volgens informateur Johan Remkes niet bevorderlijk voor de formatie. Dit weekend strandde een poging van het CDA, D66 en de VVD om er samen uit te komen. Het kabinet dat als los zand uit elkaar valt, moest in de tussentijd ook nog de miljoenennota van Prinsjesdag voorbereiden. Kaag, Rutte en Hoekstra hebben er zelf ook belang bij om voor het eind van de maand de formatie rond te hebben, omdat Remkes altijd super chagrijnig wordt tijdens Stoptober. Kaag is een coole kikker, wordt er gezegd. Ze kent geen emotie. Dan krijgt ze een keer emotie, is het een motie van afkeuring. De formatie leek dit weekend vast te lopen, maar de politici kwamen er toch verrassend eensgezind uit. We hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. We hebben intensieve, goede gesprekken gevoerd. Hebben we goede gesprekken gehad. We hebben heel intensief gesproken. Zeker het politieke midden. In het brede politieke midden. Brede politieke midden. Met de partijen in dat brede midden. U heeft het volgens mij van de anderen ook al gehoord. Heel intensief gesproken. Of en hoe. Maar het was natuurlijk wel heel heftig. Een heftige week. Lastige week achter de rug. Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt. Oei. Hey internetgebruiker, dit was de video alweer. Tamtoe kort. Gelukkig zijn er meer video's. Lid, abonneer je of klik hier op de video. Wel jammer van je data. Kijk maar. Nice.